Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van de Minecraft Survival hier op Doe Maar Gamen. En raad eens, deze keer ben ik niet alleen, ik ben namelijk weer met de enige echte Mark van Smoor. Hallo, oh nee, stop. Nee, gast! Wat doe je, gast? Oh my god, gast. Jij hebt een bel, hè? Oké, wacht even, ik kom eraan. Nou, in ieder geval, welkom bij de survival. Dit is echt een klapperig begin. Ik had bijna 30 XP, hè? 30? Was je bijna level 30? Ik had 27 XP of zo. Oh, wat heel. Oké, dat maakt niet uit. We kunnen toch nog verlopen. Hey, ik heb je bol, daar kunnen we 2 bedden van maken al, toch? Of niet? Wel. Huh? Oh, nee, dan moet je toch 6 bedden hebben. Hier. Nee, oké. Pak maar. Oh ja, thanks. Ik ben armor kwijt. Oh nee, dat is denk ik ontploft, omdat ik al heel vaak ben gekilled. Oké, dan maak ik even voor mezelf een broekje en een paar schoenen erbij. Dus zo. En zo. Netjes. Klootzak ben ik, hè? Ja, echt man. Dat had ik niet verwacht van je, Mark. Ik denk, nee, grapje. Ik denk van je slaat 2 keer en ik helemaal rennen. Maar dat maakt niet uit. Vorige video hebben wij een big farm gemaakt, dus dat is echt super sick. Nice. En ja. Nice. Even kijken. Ik ga ze weer even een keer breeden. Hopelijk kan dat. Ja, ze kunnen weer breeden. Nice. Zo. Oh ja, je zei dat we wheat nodig hadden, of niet? Ja, wheat, weet je wel. Daar kunnen we ze mee breeden. Ja, of... Oh, kut. Ik maak in 1 keer trapdoors. Ja, kun je niet... van die dingen die waar je koeien mee kan breeden, bedoel je? Of ja, niet? Nee. Dit is gewoon goed. Laat maar. Gewoon waar we die varkens mee kunnen... Oké, nee, nice. Dan moet ik die uitbreiden, die farmer dan. Want ik heb namelijk nog vrij veel carrots en bone meal, dus... Zou kunnen... Ja, ik denk niet dat echt nodig is, omdat het nog niet. Nou, oké, dat is waar. Ja, kan ik nog ergens mee helpen met het huis dan? Misschien, Ja, ik ben nu bezig met dinges, maar ja, ik weet niet of je weet wat ik ga maken, dus dat is een beetje kut. Ik kan anders nog even wat hout meenemen dan voor je. Ik denk dat wel handig is. Of niet? Of heb je daar ook al genoeg van? Maar dan ga ik even mijnen. Dat hebben we altijd nodig, hè? Dat kunnen we altijd gebruiken. Willen we dadelijk een hooischuur gaan maken of zo? Ja, inderdaad, dat is fucking vet. Dus ik ga even wat hout verzamelen. Misschien ook wel leuk om dan wat andere soorten hout vast mee te nemen als ik er toch ben, weet je wel. Vooral als we uiteindelijk wat variatie in hout willen. Ja, doe maar. Neem ik gewoon van alles en wat mee. Dus ik neem even wat van die... En sapling is misschien ook wat chill, want dan kunnen we bij ons eigen huis kunnen we dan zeg maar wat bomen maken. Hoeven we niet elke keer naar het bos toe. Ja, ik heb trouwens nog 19 saplings. Wil je die planten? Ja, is cool. Wacht, dan kom ik even naar je toe. Dat is inderdaad wel een handig idee. Dan zet ik zo een beetje rondom het huis neer. Scheelt weer lekker veel tijd. En ik heb nog bone meal, dus dat scheelt heel veel. Wat voor saplings heb je trouwens? Oakwood, ja hè? Ja, nice. Oké, nice. Hier, kijk. Oké. Zul ik daar het bone meal een klein beetje voor gebruiken? Nee, eigenlijk hoeft dat niet. Laat ik ze maar gewoon neerzetten. Zet ik ze gewoon hier eentje neer, hier eentje. Oké. Er komt hier een heel mooi bos, die we dan wel een keer moeten weghakken. Maar dat zien we dan wel weer. Zo. Dit moet ook een keer gaan onderzoeken. Hey, jij gaat die boom hakken, jongen. Ja. Ik ga die boom hakken. Weet je hoe fucking veel bomen dit gaan worden? Oh my god, dit gaat een fucking groot huge bos worden. Maar dat maakt niet uit, dat is alleen maar chill. We hebben meer hout. Oké, ik ga hout verzamelen. Dus be right back. En zo. Oh, fucking veel big en shit, jongen. Niet normaal. We moeten een keer die cave gaan onderzoeken. Zeg maar bij dat gat waar we al die mobs elke keer in zaten. Waar nu dat glas op zit. Ik ben echt benieuwd wat er allemaal te vinden is. Ja, ik denk ook dat we daar veel mineholes kunnen vandaan halen. En ik ga zo fucking chill zijn. Misschien nog wat diamonds of zo. Ja, dat zou het toppunt zijn, hè? Ja, klopt. Diamonds is niet echt makkelijk te vinden. Maar we zitten nu wel zeg maar, in die fase waarbij we veel iron gear hebben en zo. Dus dat is vrij chill. Oké. Die acacia vind ik niet echt heel mooi hout. Een beetje matig. Dat oranje is een beetje... ik weet niet. Een beetje apart. Oh, dark oakwood vind ik wel een stukje mooier. Inderdaad, dat is ook mijn lievelingshout. Ik bouw daar eigenlijk altijd mee. Jammer dat het hier niet is. Misschien kunnen we daar eens een keer naar op zoek gaan. Dan kunnen we dat zeg maar ook bij het huis plaatsen. Want nu hebben we alleen maar oakwood, birchwood en acacia. Wat niet heel erg mooi is. Yep, dat kunnen we een keertje doen. Dat is een slim plan. Yep, het zou wel vet zijn als we alle soorten houten gewoon hadden zeg maar. Dus dan heb je jungle, birch, oakwood, dark oakwood. BRB, ik word wel. Oké, is cool. Zo. Nou, dan ga ik gewoon even verder. Even kijken hoor, want we hebben dus heel veel hout nodig. Ik heb... Wacht even hoor. Ja, nice. Ik ga proberen zoveel mogelijk van die acacia saplings te obtenen. Want die kunnen we dan uiteindelijk gebruiken voor het maken van een mooi... Doemor. Doemor. Is dat een combinatie van doemor, gamen, smoor? Nee, ik weet het niet. Daar gaan we in ieder geval een bos van maken. Ik heb ook geen idee hoe ik het anders zou willen benadrukken. Dus bij deze. Ik heb in ieder geval bijna een stack met acacia. En het zou fijn zijn als ik ook nog even een klein beetje oakwood zou kunnen verzamelen. Dus vandaar. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen wel weer als Mark weer back in the game is. Dus ik zou zeggen, tot zometeen.
Yo, bijna weer. Oké, okay, nice. En go. Oké, okay, nou ik ben nog. Ik had even offscreen. Of offscreen. Ik had net even wat hout verzameld. Dus dat is nice. Oké, okay, ja, hallo. Ik ben. Ik heb wel. Ik kan weer bijna beginnen aan de tweede ronde, zeg maar. Oeh, spannend. Nice, nice. Okay, ja, ik heb de verdieping, heb heel veel... tweede ronde. Ja, ik weet het, ik snap het. Ik heb trouwens best wel veel seeds ook. Ik weet niet of we dat ooit nog ergens voor moeten gebruiken, voor wheat of zo. Mm. Ja, ik weet niet, ja, we kunnen altijd wel zien, hè. Ja, nu nog niet echt eigenlijk, want ja, weet je, we hebben biggen en koeien die... Die hebben we hier niet, dat is wel balen, want die heb je wel nodig voor enchant namelijk. Dat is kut. Even kijken, ik heb... heel weinig oakwood, dus daar ga ik even wat meer van pakken. Zou namelijk vervelend zijn als we dat ook helemaal niet hebben. De rest van de biggen mag ik wel gewoon killen, toch? Die we hier omheen vinden, of zullen ik die ook gewoon meenemen? Nee, gewoon killen. Oké, okay, want we hebben er nu natuurlijk al genoeg. We hebben er zo. Nu al inderdaad 1, 2, 3, 4, 5 en dan... Nee, 4 grote, 3 kleintjes. Oeh, nice. Ik wou bijna carrot geven. Nou, dan kill ik deze gewoon. Ik bedoel, dan hebben we weer wat meer eten. Dat is altijd fijn. Ja, want we hebben nu toch een grote farm. Zo. Oh, er gaan echt heel veel saplings vallen in dit bos. Ik moet er zo meteen even naartoe, want die saplings kunnen we dan bij ons eigen huis gaan plaatsen. Dan hoeven we niet meer te lopen. Dat is veel beter. Oh ja, daar is het ook goed bos. Nice. Is dat dak ook goed? What the fuck? Oh nee, fuck. Oh nee, het leek heel erg op. Oh, ik zit geplukt. Oh, snap. Oeh, kippen zijn hier ook, hè? 2 kippen. Oh ja, gaan ze luren of is dat te veel werk, denk je? Nee, oh, nee, dat kan makkelijk. Ja, zeker weten. Heb je eieren van de kippen? Nee, ja, maar de kans is heel klein dat je daar een kip uit krijgt. En ik heb geen eieren. Ik neem er nu 2 mee. Als we die nu even tijdelijk bij de varkens doen. Ja, dat kan gewoon, ja. Ja, dan hebben we in ieder geval ook lekker veel veren. Daar kunnen we dan arrows van maken en zo. En natuurlijk het eten, dat is ook super chill. Ah, oh, nice. Kippen, varkens, alles, jongen. Ja, behalve koeien en zo. Maar ja, weet je, kun je niet alles hebben. Kom hier, kip. Ja, nice. Kom hier, jij, kip. Fuck jou, kip, anders ga je naar de KFC, bitch. Ik zie jou daar heel sneaky zo bovenop staan bouwen. Hallo. Zie je dat? Ja, kijk, zie je daar. Kijk eens achter je. Hoi. Oh. Jij met die kippen. Ja, jongens. Die zijn langzaam, man. Die zijn nog langzamer als die biggen. Dat is niet normaal. Daar kun je echt helemaal niets mee. Kom mee. Ja. Hopelijk gaat het lukken om ze hier even naar boven te krijgen. Oké, dan. Kom mee. Ah, shit, hij wilde niet op. Oh, dan ga ik wel via die... weg die je had gemaakt met water. Zo. Oh nee, nu wil die niet meer mee. Shit. En het was ook weer nacht. Nou, dat zit ook niet mee. Hallo? Ja, hier. Ik heb zaad voor je. Ik heb luisterd voor je plekker. Nee, denk fuck jou, Job. Ik doe wat ik leuk vind. Kom hier. Ja, kom. Ga erop. En dat is kip zijn. Fuck jou. Zo, oké, nice. Nee. Oh, nice. Ik dacht zodat hij eroverheen vloog. Oké, nu gaan hun fucky doen. Fucky. Oh yeah, er is een minikip bijgekomen. Netjes. Netjes, goed zo. Ja, alleen schapen, hè. Daar baal ik van dat ik die toen heb gekild. Ik had er echt even een shears voor moeten gebruiken. Die kippen zijn nice, toch? Kippen die geven eieren. Ik weet niet wat je er allemaal mee kunt, maar ze geven eieren. Ja, dat is echt het balen. Je kunt ze alleen maar weer gooien, die eieren, om dan zeg maar meer kippen te krijgen. Jammer dat je die niet kan koken, weet je. Dat zal wel wat realistischer zijn. Ja. Ik vind ook dat Minecraft wel een update mag doen met veel meer dieren. Dat je echt... grote farms kunt maken, weet je wel. Ja, dat zou heel vet zijn. Allemaal van die dieren waarvan je denkt, oh, die moeten er echt zijn, weet je wel. Iets van, ja, wat heb je nog meer? Paarden zijn wel leuk, maar ja, weet je. In een woestijn bijvoorbeeld kamelen en shit, weet je wel. Ja, dat zou sick zijn. Dat zou echt vet zijn. Dat je dan met 2 mensen erop kan of zo, weet je wel, omdat ze 2 bulten hebben. Dat zou wel echt sick zijn. Ja, je kan ook niet met z'n 2 op een paard. Nee, dat vind ik echt jammer. Ja, dat is echt stom dat het niet kan, hè. Oh, kijk! We hebben bescherming van het huis. Zie je daar die zombie? Oh, nice. Oké, wacht even voor. Ik ga even kijken of die nu kijkt. Dat is leuk. Dan kun je een beetje... kun je voor fitty zoeken. Maar hij kan maar niks doen. Hallo, zombie. Hé, maar ik ben klaar met het... Wow, what the fuck? Hij kan er gewoon overheen komen. Ja, ik zei daar. In die hoek. Oeh. Oh, dat maakt niet uit, weet je. Het kan gebeuren, zo. Ja, wat kan ik nu gaan doen? Want ik heb nu namelijk al... Ik heb weer wat hout. Maar ik heb ook weer allemaal soorten saplings. Dus ik weet niet... Ik kan gaan minen misschien voor wat extra resources. Ja, of bewaarde saplings. Dat zul ik even, ja, I don't know. Ik kan wel even gaan minen, als je het goed vindt. Als het nodig is tenminste, weet je. Ja, ga maar vast wel minen. Dat kan wel goed zijn. Ik ben nog steeds bezig met het huisje aanbouwen. Oh, kut. Zul ik de mine hier in de hoek maken van het huis, zeg maar, na de workbench toe? Dat neemt het minste ruimte in beslag, zeg maar. Ja, doe maar alvast. Mij maakt niet zoveel uit waar die komt.
Ik ben nu vooral bezig met de... Oh, nee, een zombie. Het is kut dat mobgrieving aanstaat, weet je. Dan kunnen die creepers kunnen ons hele huis verwoesten als ze er even zin in hebben. Dat kan ik uitzetten, maar als we gewoon een beetje oppassen, dan kan het eigenlijk niet zo snel gebeuren. Zo. Had jij nog kool bij je toevallig? Nee, ik heb die allemaal in de chesten gedaan. Of nice. Chest in de furnace. Oké, even kijken. We hebben echt heel weinig kool. Dat is balen, dan ga ik dat ook even verzamelen, want ik heb creepers nodig. Creepers! Hey, is hij ontploft? Nee, maar ik ben verder weg van het huis gegaan, nu ren ik heel snel weer terug. Oh ja, ik zie... Wow! Oh my god, ze vallen je allemaal aan, ze zitten echt allemaal achter je aan. Twee creepers, twee spinnen en een zombie. Oh nee! Oh, what the fuck? Oh, die dingen... Hey, carrot! Smaak... Nee! Fuck jou! Kut spin. Ja, spinnen kunnen... Oh, nee! Oh, fuck! Wat is de schade? Niks, want hij zat in het water. Oh, wij zijn echt sick lucky, jongen. Wij zijn zo lucky. Als hij niet in het water zat, was ons hele huis voor de helft weg geweest. Oh, dat is echt, echt heel erg gelukkig. We moeten meer toortjes in de buurt van het huis plaatsen. Weet je waarom? Dan komen ze niet. Ja, inderdaad. En dat is het probleem. Ik heb heel weinig toortjes, maar ik zou het wel even gaan doen, ja. Dus, let's do it. Let's do this. Oké, ik doe er hier even... Oh, what the fuck? Ik plaats er gewoon even een paar hoor. Even kijken hoe de fuck zit dit. Oh, nee, laat maar. Ik zie het al. Nee, nice. Ik plaats even overal door. Oh, what the f... Okay, rennen! Ik dacht heel even dat het de creepy was. Ik denk, oké, daar gaan we. Zo. Je rijdt achter je op. Achter je. Waar? Grappie. Wat dan? Klootzak. Ik denk, van er staat een creeper. Waar? Waar dan? Waar? Er zit wel zo gast met zo'n cobblestone blokje, weet je. Sinds wanneer is het dat ze dingen kunnen oppakken? Al heel lang, toch? Ja, best lang inderdaad. Dat is wel kloten, man. Dat is niet echt... Wow, huh? Oh nee, maar ik dacht die steek dropte. Oké, het is verlicht, hoor. In ieder geval, het is een klein beetje verlicht. Dus dat is iets. Nice. Wow. Dit is ook een hele rare bug. Hij kan je door de deur heen slaan. Wat? Oké, lol. Oh, huh? Er zijn er gelijk twee hier binnen. Ik plaats heel even snel wat carrots terug. Shit, die waren net lekker aan het groeien. Nu moeten ze weer helemaal opnieuw. Nou ja, balen. Even kijken. Nou, het gaat lekker. Als ik diamonds vind, jongen, dan ga ik schreeuwen. Zo. Nou, verlichting. Heb je ook torsjes nodig trouwens? Misschien van de bovenkant op het huis, want dan kunnen ze ook spannen. Torsjes nodig. Oké, nice. Ik ben nu, trouwens dat dadelijk als ik klaar ben. Ik ben nu bezig met de tweede knieper nog maar, weet je wel. Oké, in ieder geval wat iron. Nice. Ja, iron hebben eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Tenminste, we hebben nog heel veel iron nu. Dus in principe... Huh? Ik heb een cave gevonden! Alweer? Ja, of ben ik hier... Wow! Gast, dat is echt sick! Dit is super groot. Dat is echt zo'n hele grote kamer gewoon. Met allemaal mobs. Daar moeten we echt even in gaan kijken een keer. Ik ga alvast even een klein beetje op zoek toch. Want het ziet er echt sick vet uit. Ik zie allemaal iron en kool zie ik. Nice, I like. Ik ga even snel wat, even een zwaardje maken dan. Als ik nou een enchanting table had. Dan had ik een looting 3 sword kunnen krijgen of zo. Zo, nice. Ja, ik ga even kijken wat er allemaal te vinden is, want het ziet er echt niet normaal groot uit. Ik ben echt benieuwd. Wow. Oké, daar is weer een creeper ontploft. Huh? Oh nee, laat maar. Dit is gewoon dezelfde cave waarvan we buiten het gat zagen. Wow. Alleen daar ben ik nog nooit in geweest blijkbaar, want ik zie dat hier allemaal resources zitten die ik nooit heb weggehakt. Normaal doe ik dat altijd, dus dat is heel apart. Oké, nice, dan neem ik dat mee. Zo. Hoppakee. Je chest room is denk ik wel belangrijk uiteindelijk, want ja, I don't know, want zit alles zeg maar in die woonkamer. Beetje jammer. Hebben we ook hebben we bloemetjes, want dan maak ik van die dakbloemetjes dingen. Ik verzamel even snel wat bloemen, ja. Wat voor bloemen? Gewoon van die sunflowers? Nee, van die kleine, die rode bloemen kan ook gewoon. Oh, rozen zijn van die, oké, nice. Ja, maar het is nu nacht, dan wacht ik heel even mee, want anders kan ik echt gewoon niet normaal buiten, want dan ontploft er een creeper. Oh nee, ik pak wel bloemen. Oh nee, ik word aangevallen. Ik hoor zo plots en... Oh, de klok is zo fucking genius. Oké, hier zijn ook heel veel... Het huis begint er ziek uit te zien van de buitenkant, hoor. Jee. Ja, ik zag het net ook al. Het begint echt ergens op te lijken nu. Het is echt vorm aan te nemen. Super chill. Ja, dat is chill, inderdaad.
En ja, dit is ook echt vet, man. Als we deze kamer ooit willen gaan uitbreiden naar iets van ons huis, dat kan dan. Want dit is echt zo fucking vet, gewoon. Die kamer hier. Niet normaal. Ik ga even snel hier naar boven dan. Zo. Wow, nee, what the fuck? Oh nee, laat maar. Spin. Fuck jou. Ik dacht wel of dat een creeper was. Ik ga even die Enderman... Oh, what the fuck? Oeh. Ik ga hier mooi niet tegen vechten, want ik denk echt dat ik dood ga dan. Doe maar niet dan. Oh, weet je wat wel vervelend is? Dat die zombies nu zeg maar wel bij in die farm komen de hele tijd. En die gaan er dan niet meer uit. Snap je? Dat is... Oh, pittig! Jongen, troller. Payback. Payback. Ja, oh, nee, oké. Dat hoort er even bij. Oh nee. Ik word gesleept. Toch niet, ik kan goed wegrennen. Ik pak hem en ik ben de redder. Oh. Zo. Lucky. Nee, maar dat... er zitten nu allemaal zombies hierin. Weet je, die verbranden toch wel overdag. Net zoals... Zo. Oké, nice. Al die zombies en dat ding, ja, wat yo. Ja, echt niet normaal. Die denken dat ze biggen zijn of zo. Idioten. Dat is populair zijn met een boterham. Ja, echt hè. Oh, die is geniaal. Beetje populair. Yo, jongen. Oh nee, dat ben jij niet. Dat is een skeleton. Nee. Wat dacht je dat ik het deed? Ja, ik dacht jij schiet me eraf. Oh, nee, fuck. Nee. Ik ga dood. Shit, ik heb geen eten meer. Ik kan niet meer rennen. Oh, fuck. Jij domme hond. Ik heb trouwens wat bloemen voor je. Ik weet niet of je die nodig had. Nee, ik heb al gehad. Oh, dan heb ik mijn leven opgeofferd voor niets. Oh, ook nog een zombie bij de deur. Denk je het is vissen of zo? Ga weg, joh. Gek. Oké, nice. Ja, het eten begin ik een beetje kwijt te raken. Ik heb wel 2 eieren trouwens, dus. Dat is wel chill. Ik ga weer even in die cave kijken of daar nog wat leuke dingetjes te vinden zijn. Dit gaat er ziek uitzien, jongen. Wow. Nice. Ja, ik kom zo terug met heel wat resources. Ik hoop met diamond eigenlijk. Dat zal wel echt het beste ever zijn. De master. Dan kunnen we echt gewoon zeggen, wij hebben gewoon diamond gevonden. In de 5D episode. Skeletons verbranden niet, dan kunnen we van hier daaronder. Oh, dat is kut. Ik probeer maar de hele tijd te schieten. Ja, dat is balen als je ergens bovenop zit. Dan moet je hem echt even killen, want jij dacht net ook dat ik het was. Wij hebben ook pijl en boog nodig. Ja, hè, echt. Alleen het probleem is dat we daarvan die dingen voor moeten hebben. Van die strings. En ik weet niet of we die hebben. Daarvoor hebben we kippen nodig trouwens voor pijl en boog. Ben je er nog? Ja, ik ben er gewoon. Oh nee, ik hoorde opeens helemaal niets meer. Het leek wel of Skype uitviel. Lol. Oké. Shit, man. Mijn hele inventory zit vol. En alles is ongeordend. Nee, ja, is nog niet zo heel erg. Als ik maar lekker veel kool heb, ben ik eigenlijk al wel blij. Kool is belangrijk. Zo. Oké. Oh, wacht. Ik kan trouwens bijna een boom maken. Heb je die nodig? Nee, ik heb nog geen boom nodig. Mensen. Okay. Misschien alleen 's nachts, weet je wel. Als je aan het bouwen bent daarboven. Ik heb trapdoors nodig. Ik weet niet of dat kan geregeld worden. Ja, want ik kom eraan. Ik heb heel veel acacia wood. En die gebruiken we toch niet voor wat we bouwen. Dus dan kan ik daar wel even wat trapdoors van maken. Slim. Hoeveel heb je er nodig dan? Een stuk of 20. Oeh, 20. Oké, dat gaat wel lukken hoor. Maar dat is wel veel. Maar dat maakt niet uit. Ik denk wel dat het kan. Oh ja, het ziet er wel sick uit, jongen. Damn. Met dat bloemetje ook. Ja, dat ziet er echt mooi uit. Goede decoratie. Wow. Dikke skeleton opeens voor het huis. What the fuck? Kijk. Ik had ook wel zin. Ik deed maar wat. Even kijken. Dat ziet er wel vet uit, ja. Ik maak nu even dat ding voor je. Die trapdoors. Ik denk echt dat ik er veel te veel maak. Ja, vast wel. Ik heb 20, is dat goed? 20? Ik heb 40. 40, holy shit. Ja, nou ja, ik weet niet of we ook nog trapdoors nodig hebben. We hebben in ieder geval voor altijd genoeg, weet je. 40 ging per ongeluk eigenlijk. Nee, het ging niet per ongeluk, fuck it. Ik ga ze je geven. Oké, kom hier naar binnen, ik ben binnen. Oh, echt serieus? Oké, dan kom ik naar beneden. Ik was al weer naar de bovenste verdieping gegaan. Dat heb je als je zo'n groot huis hebt. Hier. Ja, jongen, dit wordt echt de Villa Casa. Oh, nee, sorry, ik dacht even dat je het niet... Hoe ga je het noemen? Ja, I don't know. We moeten er eigenlijk wel even een vette naam voor hebben, hè? Ik weet niet. Wat denk jij? Je moet wel even een mooie naam hebben, want het is een mooi huis, dus.
What the fuck? Oeh, ik ga die eieren gooien. Hopelijk krijgen we een minikip. Oeh, wacht, ik weet wel wat leuks wat ik hiermee kan doen. Oké, wacht even hoor. Huh? What the fuck? Ik gooi eieren op jou en je krijgt helemaal geen damage. Zo. Dan gooi ik ze denk ik net door je hoofd heen of zo. Geen idee. Kipjes. Stomme kippen. Ik pak mijn pickaxe er even bij. Even kijken of ik een automatische eierfarm maken gewoon. Kun jij dat? Ja. Oh nice, dat kan ik niet. Nou, tenminste, ik weet wel ongeveer hoe het moet, maar... Doen we wel in een andere episode. Klopt, het zal wel vet zijn namelijk. Gaat wel wat makkelijker. Dan krijg je toch gelijk cooked chicken, of niet? Ja, dat kan. Maar we kunnen ook gewoon dat je alleen eieren krijgt. Ja, dat is ook chill. Dan krijgen we gewoon uiteindelijk enorm veel kippen. Ja, dat zou heel sick zijn. Kippen zijn lekker, lekker, lekker. Sowieso, dan kunnen we ons eigen kippenrestaurant gaan openen hier, oh. Even kijken. Wow, dit is huge, man. Dit moeten we een keer met z'n tweeën gaan onderzoeken. Want hier kom je denk ik niet eentje doorheen. Dit, deze cave hier. Zo. Echt, tot nu toe is hij vrij groot. Mooi, dan kunnen we veel resources eruit halen meteen. Hopelijk gaat deze cave door tot en met niveau 12 of zo, dat we dan diamonds kunnen vinden. Ja, het zou echt ziek zijn. En ja, ik hoop het echt. Ik ga gewoon even een kijkje nemen. Ik ga gewoon zo diep als ik maar kan en dan kijk ik of er diamonds liggen. Wow, dit gaat niet normaal diep, jongen. Wauw, nice. Ik denk echt dat we hier heel veel wat gaan vinden aan... misschien nog wel dia zelfs. Fuck jou. Nice. Even kijken hoor. Oké. Oh, what the fuck? Ik zit op niveau 18, hè, nu. En hij gaat nog steeds naar beneden. Wat? Ja, hij gaat tot en met niveau... ja, 14. Nice, dan kunnen we hier diamonds vinden. Netjes. Maar jammer dat het geen grote cave is vanaf niveau 14. Dan loopt dood. Dat is echt balen. Dan moet je alsnog gaan stripminen. Sorry. Ah, ik moet naar boven weten te komen via zo'n waterval. Dat is echt balen. Dat is echt niet chill. Ja, ik ben heel druk bezig aan het bouwen. En ik kan helemaal niet goed multitasken. Nee, ik ook niet. Daarom... Oh. Zo. Oh, weet je wat chill is als we zo'n mobspawner zouden vinden? Dat zou sick zijn. Oeh, what the fuck? Oké, mensen, ik hoop dat ik wat diamonds ga vinden. Zou dope zijn, maar... Ik weet niet. Gaat niet erg ver door namelijk. Tenminste, wel in diepte. Alleen dan is er daarna niks meer te vinden. Het loopt namelijk dood. En dan is er ook denk ik geen mogelijkheid tot diamonds. Niet leuk. Oh, nou wel iron, weet je. Dat is iets. Iets beter als niets. Zo. Gaat het trouwens goed met het huis? Of heb je op... Hoi, jongen. Dit wordt het beestenhuis, geloof mij. Laten we het dan zo noemen. Het beestenhuis. Het beestenhuis. Ik vind hem wel goed. Welkom bij het beestenhuis van Mark en Job. Zou vet zijn. Maar we zien wel. Nou, fuck it. Ik ga naar boven. Ik heb geen zin om kool te hakken. Ik ga wel even nog wat anders doen. Want ik heb heel veel iron. Misschien ga ik wel naar diamonds zoeken. Want dat zou beter zijn dan... Moeten we binnenkort wel een grotere wheat farm hebben. Want dat is wel een beetje klein. Aan de kleine kant. De kleine kant. Die carrots. Meer carrots bedoel je? Ja, gewoon... Dat ja, maar die kunnen we dan misschien beter maken gewoon ergens, niet echt bij ons huis. Maar dat we echt gewoon een heel groot vlak maken, zeg maar. Een soort van dambord, zeg maar. Watercarrot, ja. Watercarrot. Dan heb je echt superveel uiteindelijk. Wow. Moet je kijken. Ja, dat is echt beest, jongen. Ik ga het even voor de kijkers goed laten zien. En dan ga ik even een torentje bouwen. Dan kan ik even goed laten zien hoe het tot nu toe uitziet. Dat is wel vet misschien. Dat ga ik even doen. Dus jongens, jullie gaan nu het prachtige, mooie beestenhuis zien van ons. Dus ik ga even een torentje bouwen. Fucking hoog torentje. Bam, 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 bam. Wow, dat ziet er echt sick uit. Dat is echt vet. Mooi dat het mooi is. Dat ziet er vet uit. Vooral die stairs, weet je wel, met die trapdoors. Dat ziet er echt mooi uit bij elkaar. Nou, het is een mooi huisje. Nice. Nou, dan heb je dat ook weer gezien, jongens. Ik ga nu even dat lelijke tongetje weghakken. Anders verpest het de natuur. Even eten. Oh, er zijn er ook sugarcane. Nou, we hebben nog niet echt nodig. Ik ga de carrot farm even een klein beetje uitbreiden alvast. Want dit lijkt nergens op. Tenminste, nog niet echt. Fuck lol. Oké. Ja, ik ga een carrot farm maken. Nice. Eerst even spullen dumpen.
Nee. Even kijken. Zo. Ik ga wat meer chesten inzetten als het goed is, want anders kunnen we straks helemaal niks meer dumpen. Doe maar eens. Oké, nice. Zo. Oh, nee, hoeft net nog niet, maar dan pak ik alleen even de spullen eruit die ik nodig heb. Het wordt echt groot, we krijgen zelfs een zolder. Oh, nice. Luxe, jongens. Luxe. Ja, dat moet ook, jongen. Dat moet ook. Misschien gaan we zelfs later maken we gewoon in een andere episode een binnenzwembad eraan of zo, weet je. Oh, dat zou wel sick zijn, jongen. Al die zombies er in één keer in. Ja, dat is wel fucking cool party. Je weet het toch. Allemaal zombie chicks. Ze hossen erbij die shit. Ik ga die farm uitbreiden. Even denken, ik heb alleen nog de hoon nodig en dan heb ik nog wat meer carrots nodig. Maar bone meal neem ik ook wel even mee. Heb ik toch niet meer nodig, denk ik. Oh, een vleermuis hier, what the fuck? Ja, als het donker is dan, en het is een grote ruimte, dan komen er automatisch vleermuizen, geloof ik, dus. Ja, maar het is hier niet zo heel donker. Nee? Nee. Lol, apart. Nou, ik ga die farm maken. Zo. Zo. Moet ik dit dan trouwens weg gaan halen bij de tuin, zeg maar, dat ding? Of wel? Dat zeg maar die farm bij de tuin. Dan kunnen we die misschien beter weghalen. Maak ik gewoon één hele grote farm ergens verderop. Ja, dat kan. Dat is wel mooier, denk ik. Dan kunnen we daarheen. Maar dit ziet er niet heel erg mooi uit, denk ik. Dus fuck it, dit gaat weg. Die farm aan de voordeur vast ziet er niet heel erg mooi uit. Ik denk dat het mooier is als we hem verderop maken, zeg maar. Ja, het is misschien kunnen we dan ook de volgende keer. Dan kunnen we gewoon een keertje iets vetters er maken misschien. Ja, klopt. Dat ziet er denk ik sowieso beter uit. Even kijken hoor. Ik moet even snel wat dirt pakken. Hier, 27 dirt. Netjes. Zo, dit even dichtmaken. Maar het huis is echt sick. En als we hebben nu een varkensfarm, we hebben een kippenfarm tegelijk met een mooi huis. Het enige wat we nog moeten hebben is eigenlijk die carrotfarm. Dan echt enorm groot en mooi. Maar jongens... Ik ga het weer hierbij laten voor deze episode. Het is weer een lange episode, dus hopelijk knallen jullie er even een like voor. Check even de beschrijving voor Mark's kanaal. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Knal een like op de video, abonneer even op Doe Maar Gamen. En dan zien we jullie de volgende keer misschien wel weer met een nieuwe episode van de Minecraft Survival. Wij zeggen later. Later!